In deze video leert u hoe u de klimaatregeling in en uitschakelt, hoe u afzonderlijke instellingen kiest voor de bestuurder en passagier, hoe u de zones synchroniseert en hoe u de automatische werking selecteert. Het systeem wordt bediend met de touchscreen en met de vaste druk- en draaiknoppen. Om de klimaatregeling aan te zetten drukt u op de schermtoets Klimaatregeling. Zo krijgt u toegang tot het hoofdscherm van de klimaatregeling voorin. Druk op de schermtoets aan uit. Deze ligt op wanneer het systeem wordt ingeschakeld. U kunt het klimaat nu naar uw eigen voorkeur instellen met de schermtoetsen voor algemeen instellingen, de voorstoelen en de achterstoelen. Er kunnen verschillende temperaturen en ventilatiesnelheden voor de bestuurder en passagier worden ingesteld met de draaiknoppen. De verdeling van de lucht kan per zone worden aangepast met de schermtoetsen voor luchtverdeling. Als u voor alle zones dezelfde instellingen wilt, drukt u op sync. Met de druktoets auto kunt u het systeem volledig automatisch laten werken. Selecteer met de draaiknoppen de gewenste temperatuur en druk op auto. De verwarming, ventilatiesnelheid, luchtverversing en luchtverdeling worden automatisch geregeld om de ingestelde temperatuur te handhaven. U hoeft zelf niets meer in te stellen. U kunt de luchtverdeling en ventilatiesnelheid nog wel per zone aanpassen, maar daarmee schakelt u de automatische werking uit en dooft de verlichting van de toets auto. Om de automatische werking weer aan te zetten, drukt u weer op auto. Zie voor meer informatie over deze en andere functies het instructieboekje bij uw auto. Voor hulp of advies kunt u contact opnemen met uw dealer, die u graag te woord zal staan.